Hey, ik ben Auke Florian, bioloog. Kom verder. Ik heb een heel mooi nest hier liggen van een meerkoet van vorig jaar. En dan zie je prachtig wat er allemaal voor geks in zit. Hier bijvoorbeeld een sausbakje, maar ook een mondkapje. Tegenwoordig heel populair natuurlijk in de gracht. Maar ook hier achterin een stuk fietslamp. Je kan het zo gek niet bedenken. Of een meerkoet, die kan daar gewoon een nest van bouwen. Nou, en dat is ook het leuke. Vroeger bestond een meerkoetnest uit riet. Uit de waterplant riet. Tegenwoordig bestaat een meerkoetnest ook vaak uit plastic rietjes. En als je daar kijkt, zie je 53 rietjes. Allemaal uit één meerkoetnest. Is zo'n meerkoet nou dan heel slim of heel dom eigenlijk? Ja, dat weten we nog niet. Hij is in ieder geval heel flexibel in wat hij kan gebruiken. Als er even niks anders is, dan gebruikt hij plastic. Maar of dat nou alleen een vervanging is van natuurlijk materiaal, of dat hij zelfs misschien specifiek op zoek is naar plastic, dat is een van de grote vragen. Ja, want misschien gebruikt de meerkoet het plastic wel omdat het heel sterk materiaal is. Kijk eens even. Al dat soort dingen wil Auke Florian dus dolgraag weten. Ja, dat kan je wel zien. Dit is een nest, het zit vol met plastic. Het is altijd weer een kunstwerk wat ze ervan maken. Ik zie al een stuk groot stuk plastic uitsteken en wat andere troep. Hoeveel van dit soort nesten vind je nou in de stad? Nou, in de stad is relatief veel. In de stad is ook misschien weinig begroeiing. Maar hoe zit het door het hele land? Dat weten we niet. Is het nou alleen een probleem van in de steden? Is het op het platteland veel minder? Dat weten we helemaal niet. En dus is de bioloog een groot onderzoek begonnen. Om te ontdekken waarom de meerkoet zulke nesten bouwt. En of het misschien gevaarlijk is voor de jonkies bijvoorbeeld. Hij zit hier gewoon een meter van je vandaan. En het leuke, iedereen kan hem bij het onderzoek helpen. Dat is toch wel heel spannend. Ik heb maar twee ogen, dus ik heb eigenlijk heel veel andere mensen nodig door het land die denken van ik vind het leuk, ik wil helpen met het onderzoek. Ik vind het leuk om een meerkoetnest te fotograferen en op te sturen naar Naturalis. En dan kunnen wij als onderzoekers kunnen we daar gaan kijken van hoe zit het nou met die meerkoet? Dat meedoen is super simpel volgens Auke Florian. Als je een nest ziet, moet je het volgende doen. Foto maken, natuurlijk. Naar Naturalis sturen, een paar dingen invullen, hoe het gaat met de jonkies, hoe de omgeving eruit ziet. En dan kunnen wij daar hopelijk wat spannende mysteries mee oplossen. Welke site moeten ze naartoe? Meerkoetnest.nl. En naar die site kan de bioloog zelf ook meteen weer, want al wandelend ziet hij alweer de volgende meerkoet een afvalnestje bouwen. Ja, alsof ik hem getraind had. Hij kwam ineens aanzwemmen met een groot stuk plastic in zijn snavel, legt het op zijn nest en gaat er weer op zitten. En kijk, en weer op zoek naar het volgende stukje.